Okay, let's go. Go! Klim! Oh, dude, this is so fuck. Klim! This is so annoying, man. Hallo! Welkom terug iedereen bij een nieuwe aflevering van Ark Aberration. Ik hoop dat jullie er wel zin in hebben. Vandaag zijn we hier wel lekker bij mijn rockdrake. Kijk hoe vet die is geworden. Heeft super mooie grote tanden, vinden jullie niet? Ik ben echt heel blij met. Is dan een paarse drop erachter? Okay, jongens. We pakken even de Spino, de Angelina Jolie. En dan gaan we die eens even snel pakken hoor, want het valt me nu pas op. Hey, sommigen van jullie zeiden dat je rechter een muisknop in kon drukken voor een klimmode. Oh, het is blijkbaar echt een ding. Jullie logen niet tegen me. Oh, oké, dat betekent nu dat ik van jullie houd, oké? Als je ook van mij houdt, laat me wat liefde zien. En abonneer voor meer. Ah, ik heb briefjes in mijn inventory. Hallo briefjes mensen. 1. Beste Rudy, ik daag jou uit tot een challenge, vraagteken, uitroeptik. De challenge is, elk rockdrakein dat je steelt is 10.000 euro. Uitroeptik, vraagteken, uitroeptik. 3. Ga je de challenge aan? Vraagteken, uitroeptik. Zo ja, laat het weten in je leuke filmpje. Ah, nou, hij vindt wel met de filmpjes leuk, dat is wel mooi. 4. Met vriendelijke pews, blablabla, oké. 5 PS de grappling hook sanders. Niks verboden. Be a maverick ofzo. Jongens, ik weet niet wat hij het over heeft. Er is helemaal niks verboden. Het enige wat verboden is deze duisternis, want het is zo donker. Hoe, hallo? Kijk, dat is verboden. Ik gebruik geen grappling. Hij gebruikt zelf grappling hooks. Geen idee wat hij het over heeft. Maar oké, de challenge is dus... ja, we gaan gewoon... We gaan gewoon door met deze klote trend, oké? De challenge is, één rockdrink is 10.000 euro. En ik weet zeker dat ik aan het eind van de challenge 10.000 euro per ei krijg. Hè? Want YouTubers verdienen echt bakken met geld. Wauw. Ik verdien makkelijk 80.000 euro per ARK video. Zeker weten. Daarom word ik nu in deze villa. Ja, dit is echt een villa waar ik nu in zit. Hey, even een kleine disclaimer voor de mensen die het niet snappen. Dat was sarcasme. We zitten gewoon te memen, oké? Ik verdien niet zoveel. Was het maar zo'n feest? Oh ja, dat zou wel tof zijn, toch? Holy shit. Oké, even kijken. Pomp een klein beetje stamina. Maar ja, de vorige keer heb ik dus zeg maar de aflevering afgesloten met het idee dat ik een, you know, zo'n ding wilde maken. Zo'n industriale 4G. Nou, jullie weten allemaal, hè? Dat weten jullie wel. Dat ik hou van industrial forge. Kan ik je nou... Oh... Oké, we gaan hier even omhoog. Zo stom. Nou, jullie weten allemaal wat ik van een... Wow, holy shit, dude, die skills. Dat ik van een industrial forge had. Dus ik ga er even een maken. En die wilde ik natuurlijk sowieso hebben. Wow, het is hier echt heel fel. En die wilde ik dus sowieso hebben voor mijn project. Ik heb hem al geleerd, mooi. Want mijn project was dus namelijk daar beneden een keer een metal base bouwen. Het is niet echt een project wat meteen zeg maar klaar is. Maar hey, boeien. We gaan voor de S+ forge. Ja, ik moet nog even polymeer halen, bedenk ik me nu. Oké, we gaan eerst even dingen doden. Oh, alhoewel, zit er geen polymeer meer in mijn koelkast? Denk ik niet eigenlijk. Nee. Oké, we gaan dus eerst even karkinos doden. Dan maak ik de industrial grill forge. Gaan we weer naar beneden. Ik zweer jongen, dit broekpak is het beste ter wereld. Oké, Angelina Jolie. Ik ben echt zo blij dat ik hem heb, jongens. Het is echt zo'n nuttig weesentje. Oké, laten wij even dat stomme ding doden. De Karkinos broeders van de Karkinos moeders of zo. Ja, ik heb echt al heel goed door hoe dit ding werkt. Oké, we zijn nu een beetje beneden. Dit zou dan bijna Karkinos gebied moeten zijn. Het is nog een klein stukje. Wauw, transporteren gaat echt snel met dit ding. Ik voel me zo blij, jongens. En dan vallen, man. Blep. Ja, die was jammer genoeg mis. Maar het kwam in de buurt, oké? Okay? Het was bijna raak. Okay, laten we dat nog een keer proberen. Oké, nee, wacht. Laten we dat nog een keer proberen. Wow, nee, wacht. Ik heb een beter idee. Laten wij dat gewoon nog een keer proberen. Maar dan anders. Oké, momentje. Ik charge even mijn stamina bij. Stamina is bijgeladen. Dan doen we hier lekker klimmen. Ja. Oh, jongens. Dit wordt een... En dan ga ik nu, zeg maar, dit doen. Dat doen. En dan... Zag je dat? Dat was mijn plan al de hele tijd. Oké, dit moeten we doen met iets meer afstand. We pakken die karkinos daar wel. Oké, het deed niks. Ik heb het verpest voor mezelf. En voor jullie, het spijt me. Het spijt me echt voor eeuwig, oké? Sumimasen. Het spijt me. I'm sorry. Bonjour. Ik bedoel, merci. Of nee, ik weet het niet. Oké, we hadden 400 polymer nodig. Ja, dat betekent dat we er nog eentje gaan doden, hè, jongens. Ja, check. Zag je dat? Het was in één keer dood. Ik zeg niet wat er in één keer dood was, maar het was in één keer dood, jongens. Ja, het valt me ook op dat ik dorst heb. Nou, is het veilig? Lijkt wel behoorlijk veilig, toch? Nee, even slokkie. Hey. Al lekker is een slokkie. Hey, doe even een duimpje omhoog voor een slokkie. Omdat je het lekker vindt. Stay hydrated, kids. Oké, we gaan dus even iets meer karkinos fixen. Ik ga hier ook even omhoog klimmen. Dat vind ik wel geinig. Zo kunnen we hem echt optimaal benutten. En dan vanaf hier gaan we even van de wand af, weet je wel. En dan zweven we lekker verder. Ik weet het. Oh ja, komt ie. Brah! Target acquired. Die power moves zijn wel sick hoor. Even eerlijk.
Alright, de Carcinos bezwijkt onder mijn macht. Althans, daar lijkt het wel behoorlijk op. 125 organisch polymeer, vrachttech, outrotech, polymeertech. Dat mag er wel wezen. Oké, nou, hier was er dus ook nog één. En dan hebben we wel voldoende... Oh, nee, dat is slecht nieuws. Dat is slecht nieuws. Daar ga ik... Nee. Nope. Jongens, heel even wachten. Dat was een basilisk die gewoon lekker boven de grond zat, oké? Yo, wat doet hij? Hij doet niks. Dat is legit een easy tame, denk ik. Yo, hij heeft maar 500 HP. Really? De 500 HP, die maak ik zo stuk. Oké, even bijdraaien, even bijdraaien. Jongens, even draaien, hoor. Ja, deze heeft niet echt zin om dood te gaan. Dat idee krijg ik, weet je? Dat beeld schept hij bij mij. Ik sta nu letterlijk in een... Nou ja, gewoon op een basilisk. Maar hij geeft er niks op. Maar ik denk, weet je, omdat hij mijn 500 HP heeft, dan heb ik hem zo dood. Maar hey, moet hij wel wat doen, toch? Nou ja, deze Carcinos mag sowieso wel dood, daar niet van. Hé, en hij is sowieso dood. Wat hoor ik? Hallo? Nou ja. Ja, en nou wordt hij wild... Yo, volgens mij is letterlijk zijn graafgebied die steen. Ik denk dat hij bugged is. Dat de steen gewoon de enige plek is waar hij kan rondbewegen. Dat is wel gek, dat is wel heel gek. Oké, hoeveel polymer heb ik nu? Ik heb 476. Prima. Hé, weet je, jongens... Dan gaan we nu weer terug naar de basis. Dit is wel echt een ultieme manier van reizen. Oké, je kan dus alleen... kan alleen doen als de crosshair staat. Kun je die fucking... Ja, het Nederlands. Ik weet het. Ik ben er goed in. Maar dat is de enige manier dat je dat kan diven. Dude, dat gaat wel insane snel. Even eerlijk. Fucking dope. Ja, ik ben heel blij met deze dino. Oké, ik wil deze een fucking Ragnarok hebben. Al is hij een Ragnarok, denk ik niet zo chill. Nee. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, want... Zeg maar, hij kan niet echt vliegen en zo, weet je. Nou, en omdat ik zo'n lefkozer ben, ga ik hier even door de rode paddenstoelen heen lopen. Maar dan eromheen, dus niet er doorheen. Ah, shit, het is weer zover of niet. Hallop. Oh, ik had gelukkig de goede paddenstoelen bij me. Oké, we gaan gewoon even lekker wat kristalletjes weghakken, want die dingen kunnen we altijd wel wat gebruiken. Die green gems, die boeien me nou eigenlijk weer helemaal niks, hè. Wacht, gaat het niet sneller als ik het met een hatchet doe? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nee, totaal niet. Oké. Okay. Dat is meer voor het steen, dus alsnog. Weet je, dan weten wij dat ook weer, hè. Dan weten wij dat ook gewoon weer. Ik moet gewoon dingen leren, oké. Okay? Zo is het leven. Zo steekt het leven in elkaar. Bedankt voor al je gems. Ik krijg echt heel veel. Ik vind het echt cool. Oké, en we zijn dus terug bij de base. Alright. Mijn Carcinos leeft ook nog zo te zien. Nou, hey jongens, we zijn echt heerlijk lekker bezig, oké? Okay? Echt gewoon geweldig zijn we bezig. Doe even dat duimpje omhoog als je denkt dat ik geweldig bezig ben. Oeh, is de link trouwens bij mijn lijk gekomen. Want, vat ik de deur... Nee, wat? Dat vraag ik me nu wel even af trouwens, ja. Link, hoe ben je bij mijn lijk gekomen? What the fuck? Is die ceiling gesloopt ergens? Wacht, dat kun je zien toch? Oh, your reinforced double door was destroyed. Wacht, mijn reinforced double door. Dude, had ik ergens een double door zitten, though? Dat is... Hè? Wacht, een double door. Ik ben legit even de klutske. Volgens mij heb ik hier helemaal geen kleine deuren namelijk. Ik zou het echt niet weten, to be honest. Nou ja, op een balkon. Oh, op een balkon. Tuurlijk. Wacht. Oh, hij is via hier binnengekomen, de man. De man. Wat een wezel. Oké. Dus die moeten we even fixen natuurlijk. Double door. Ja. Nou, bedankt Link. Jee, ik zet wel een turret voor de deur neer, zodat je nooit meer binnen kan komen. Nou, we hebben in ieder geval de double door. Hey, dat is cute. Dat is nice. Dan heeft hij ook die ramp daar, of hoe heet het, die torch daar gesloopt. Feels bad, man. Alright, maar we zijn dus al ondertussen bij aflevering weet ik veel van Aberration. Dus het wordt tijd voor de Industrial Forge. En ja hoor, we kunnen hem maken. We maken hem meteen natuurlijk. Oh. Varnaas. Ik denk dat ik nu... wel is dat slim. Wacht, laat ik sowieso even alle metal naar binnen pushen. Of poelen. Ik denk dat dat wel handig is, zeg maar. Dus we gaan even naar metalen ingoots. Dan weet ik ook meteen hoeveel ik nog heb. Oh, dit hebben we nog reet te veel. Hoeveel is dit? Poel? 6.354 metal hebben we nog over. Oké, prima. Nou ja, daar kan ik wel mee leven. Maar ik doe dat, zodat... Oh, de ding is zwaar. Zodat ik even de foundations daar kan gebruiken voor mijn eigen nieuwe hobby. Namelijk de Industrial Forge, oké? Nu, alhoewel... ja, nee, dat moet wel lukken, toch? Zeg maar, wacht. Volgens mij heb ik nog mega veel steen bij me of zo, wat zwaar is. Ja. Ja, maar nu staat dit hier allemaal mooi op een rijtje. Ja, maar dat boeit toch eigenlijk geen ene flikker, hè? Oh, kut. Oké, momentje. We gaan eerst nog even naar boven om het charcoal te poelen. Want dat wil ik niet weggooien. Want daarmee kun je namelijk wel gunpowder maken. Oké, laten we dat eerst even fixen. Dan poel ik alle charcoal ook naar binnen. What the fuck? Yeah, daar gaan we. Oké, hij ontkoppelde twee keer. For some reason. Maar oké, prima. Hey. Zie me boeien. Dus we gaan hier even in. Charcoal. Ja. Charcoalé. Hallo? Oké, PDC. Charcoal. Yes, dude. Oh, maar dude. Hier zit zoveel in. Zo pokken veel charcoal. 20k charcoal, dude. Beter gaan we meteen even gunpowder maken. Oh nee, ik heb niet heel veel sparkpowder. Fuck it. Ik zit in. Yes. Kom voor 1000. Kan dat? Prima. Prima, weet je. We maken gewoon even 700 sparkpowder. Of weet je dat? Gunpowder bij ook prima. Jongens, spraakgebrek.
Laat maar, boeien. Het is allemaal prima. Alright, nou, het is alles kapot. Dus nou kunnen ook al die ovens weg, als ik me niet vergis. Ja, ze moeten nu allemaal weg kunnen. Ze zijn toch leeg, right? Ja, één metal steentje of zo, maar boeien. Dus ik pak deze lekker op. Ik pak deze lekker op. We pakken ze allemaal lekker op. Daar komt het op neer. Want ik hou van lekker oppakken. Kijk hoe goed dit gaat. Wauw. Zijn jullie al trots op mij, jongens? Ik hoop het wel. Ik doe dit voor jullie namelijk. En voor mam. Mam, are you watching this? Hello? Oké, gloeilamp. Je staat een klein beetje in de weg. Want ik ga denk gewoon dit hele hoekje pakken. Wat is het? 3x3 hebben? Oh ja, dit zijn dus niet genoeg stone foundation. Ja, ongeveer 3x3. Maar weet je, het is detailwerk. Dus ik moet even kijken of het wel echt kan, hoor. Ja, ik ga dit even heel voorzichtig aan soepel. Ja, lekker soepel plaatsen, jongens. Zo, kijk eens hoe soepel. Oh, best netjes. Oké, ik ga even extra stone foundations erbij maken. Alhoewel, ik kan beter metal doen, of niet? Ja, fuck, laten we een metal foundation erbij maken. Wee! Ja, geweldig. Zo leuk dit. Oké, oh, what the fuck. Hallo? Nou, spring even lekker naar beneden. Yes, very nice indeed. Deze dingen. Oké, stone foundation. Heb ik er toevallig nog een paar? Oh, dude, ik heb er tering veel. Nee, fuck it. Dan doe ik het wel gewoon met stone in plaats van metal. Stone island, vriend. Oké, mooi. Ik kan het allemaal dragen. Dan ga ik gewoon lekker ruim met stone doen. En ik hoop dat niemand het kapot maakt, want dit ding is tering duur. Als je het kapot maakt, word ik boos op je. Dan ga ik de vloek van de Gerda over je uitroepen. Oh, dan moet je oppassen. It's bad juju, man. Bad juju. Oké, dit ziet er wel strak uit. Fuck it. Omdat we toch bezig zijn. Hier, kijk. Onze allereerste industrial fruit. Volgens mij kan deze ook op stroom, toch? Als het goed is wel. Ik ben te vergeten. Maar als het goed is, kan deze ook op... Ja, er staat unpowered bij, dus je kan kiezen. Maar ja, natuurlijk is het gunstiger om... Nee, het is wel wat gunstiger om hem gewoon op de generator te laten draaien. Omdat het kost allebei gasoline natuurlijk. Maar generator voorziet meerdere dingen van stroom tegelijkertijd. Dus, what the fuck? Oké, mooie move. Dus we gaan uiteindelijk voor de generator. Prima, doen we dat. Dus nu dat is geregeld, kunnen we rete veel metal binnenhalen natuurlijk voor het nieuwe project waar we binnenkort aan gaan werken. En, hallo, kabel. Gaan we lekker omhoog? Hey. Woe! Dude, je kan jezelf lanceren met die shit, dat is niet normaal. Ah ja, vorige keer had ik dus in mijn hoofd dat ik extra rockdrake eieren wilde hebben. Ik denk dat ik gewoon ga afdalen met mijn rockdrake nu. Zo van, hey, boeien. Ik hoop dat ik niet dood ga dan, maar wie weet. Waarschijnlijk wel, maar wie weet. Even de charge batteries daarbij. Alhoewel, die waren, fuck it. Longneck rifle, die doe ik ook maar daarin. Anchors, En al mijn trank dingen. Ja, die briefjes. Ja, weet je, ik doe ze maar even daar, maar ik heb ze eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dit is dan wel prima, toch? Ja, als ik me niet vergis wel, ja. Oké, dan gaan we dus even voor dat armor set. Dude, ik heb zoveel crossbows bij me. Holy shit. Ik bedoel, een backup. Het is handig, I know, maar... Kan ook te ver gaan, hè? Oké, dan gaan we dus even kijken bij hazard suits. Ik had toch een backup setje. Waar is die dan gebleven? Hallo? Waar heb ik die... hierin gedaan? Nee, hier ook al niet. What the fuck? Nee, dude. Maar dude. Wacht trouwens. Nu we toch wel deze tier zijn, kunnen we niet gewoon al een vault maken of zo? Hey, jongens. Dat kan toch gewoon, man. Hey. Waarom doen we dat niet meteen, hè? Al die klote houten kasten, witte wal, daar heeft toch niemand zin in. Oh, polymeer terwijl... Oké, nevermind. Juist, ja. Als het goed is, redden we het zo wel. Ik heb alle nodige dingen bij me, behalve de juiste paddenstoelen. Waar is mijn ding? Waar is Angelina Jolie? Oh, hier sta je. Het is ook zo donker, man. Oké, ik weet niet of dit slim is, maar zie mij boeien. We gaan met de rockdrake het paarse gebied in. En we gaan kijken of we dus eitjes kunnen stelen. En dan slaan we die gewoon vast op. En dan kijken we hoe ver we komen, oké? Yo, oh, what the fuck, het zijn gewoon van die planten. Damn it, ik ben er al voorbij. Dus we duiken hier lekker af. We gaan naar het gebied waar we naartoe willen. Dus helemaal het paarse gebied en dan helemaal naar de bodem. Oh dude, dit is even... Dit lijkt zo hard, jongens, holy shit. Wow, game, waarom lijk je zo? Je komt wel echt reet te ver met dat glide, even eerlijk. Het is wel dit net weer even wat... Ja, het kan allemaal maar net. Oké, wow, die haperingen zijn insane, dude. Oh, hier is het al volgens mij. Oké, dan zet ik voor de zekerheid maar vast mijn hazard suit in. Gewoon volledig ingezet. Prima. Ik doe voor de zekerheid ook nog even dat dan daarop. Oké, we gaan hier waarschijnlijk dus gewoon recht naar beneden duiken. Dat is hoe ik denk dat het werkt. Oh. Oh, ja, we kunnen klimmen. We kunnen natuurlijk gewoon klimmen. En klim. Oké, we gaan even kijken hoe we onze weg hier naar beneden kunnen vinden. Ik zou eigenlijk in principe gewoon kunnen vallen, maar hij springt in de andere kant, weet je wel. Dat is voor... super irritant, man. Super irritant, Rockdrake. Je bent echt vervelend. Je bent echt veranderd sinds je vervelend bent. Wat? Hallo? Kom op, drijf erbij. Drijf erbij. Oké, daar is het dan. Als het goed is, kan ik... Oké, mooi. We zijn er mooi opgekomen. Ja, ik denk dat ik heel snel beneden ben. Maar ik wil dus niet dood crashen als het even kan. We gaan nu legit het hele avontuur naar beneden skippen. Dus ik word er niet echt ingeleid, snap je? Dus we gaan al gewoon
Recht naar... Oh, dude. Nee, dude. Dit maakt me zo bang, jongen. Nee, draai bij, draai bij, draai bij. Dit ging me iets te snel. Oké, ja, nou, we zijn helemaal beneden. Oké, daar moet ik dus niet heen. Ik moet een beetje die kant op. Dude, dat ging wel heel snel, hoor. Jemig. Oké, holy shit, ouwe. Dat ging zo snel. Oh, hallo, Rock Drake. How are you, man? Ja, dit wordt wel lastig. Ik bedoel, ik wil wel wat Rock Drake skillen, zeg maar. Zodat het niet te wild wordt wanneer ik een eitje pak. Maar, dude, ik word wel een klein beetje bang. Eerlijk is eerlijk. Ik zit ook zo te sneaken van... Hallo. Hallo, vriendjes. Hallo. Oké, nou, die is dus boos. Die is volledig triggered. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik wil ook gewoon even checken hoe snel ik zo'n ding dood krijg. Oh nee, ik ben een boelpak vergeten. Ga weg. Oké, nee, dit is niet handig. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga weer terug naar boven. Ja, ik ga 100% terug naar boven. Ik kan het nemen dus wel killen, maar dit kost me te veel. Nee, dat gaan we niet doen. Oh nee, kun je ook niet klimmen als je geen stamina hebt? Oh, het kan wel, Ja, dat is wel chill dat dat wel kan. Gelukkig, Want anders zou het echt heel kut zijn om een rocktrek te hebben. Oké, we recharge even. Ik weet niet of dat wel lukt als je aan de muur hangt, maar... Yo, maar we moeten 100% een boelpak hebben. Op zich niet erg dat ik nu terug naar boven moet. Want hoe heet het? Ik moet sowieso de weg naar boven zien te vinden. Ik moet alleen wel even voor elkaar krijgen dat deze normaal gaat staan. Dus even stop met klimmen. Ja, ja. Oké, mooi. Wow, kreeg ik dat damage voor de normaal, joh? Nou, die nameless kan mij overduidelijk net niet raken. Prima, dan kan ik even lekker stemmen en recoveren. Ik denk dat ik gewoon altijd terug moet gaan naar dat skelet daar, hoor. Ik denk dat dat een wijze oplossing is. Dan bouncen we en dan... Nee! Gast, oh mijn god, daar gingen we bijna, hoor. Liggen hier eitjes überhaupt? Na, fam. Oké, fam. Ga je hangen, fam. Oké, fam. Prima, fam. Ik vind het helemaal best, fam. Yo, is dat... Oh, dat is olie, fam. Ik moet echt stoppen met fam. Dude, zullen we gewoon omdat we toch omhoog gaan even hier gaan looten? Ja, daar heb je ze al. Klote beesten met de kokhoef. Ja, ik moet echt een boelpak meenemen. 100%. Oh mijn god. Oké, daar gaan we. Nee, blijf van mijn billen af. Vriend. Je weet niet hoe heilig mijn billen zijn, vriend. Het zijn de meest heilige billen die je ooit zult zien, vriend. Dat ding blijft me gewoon stalken. Angst voor eigen leven hier. Gerda. Oh, dit is 63 damage. Welke level ben je dan? Holy shit. 72. Holy shit. Oh, wow. En hij is dood. Oké, stamina. Stamina is een groot probleem blijkbaar voor Rocktrek. Trouwens, zien jullie eens of de schaduw? Daar komt er ook een lamp boven mijn hoofd aan heb staan. Ha. Boeit me niet. Want ik ben stoer. Ik ben super stoer. Wow. Ik bedoel, like, dat ding moet ik eigenlijk volgen, toch? Dat geraamte ding. Dat ding. Dat ding. Daar, ja, die moet ik volgen, dude. Misschien kan ik wel legit gewoon dat gebruiken als klimpaal. Zal ik het gaan proberen? Ik bedoel, we moeten er toch kind of heen, right? Fuck it. Wedden dit kan. Oké, we hebben de oplossing gevonden. Alhoewel. Ah, dit is wel een beetje smerig. Hij gebruikt het niet volledig. Hij wil er omheen lopen. Oh nee, nou heb ik hem goed door. Oké. Dude. Aan mijn bals. Dit is super ideaal, man. Nou, hey, paar uurtjes klimmen, maar dan heb je ook wat, hè. Oh ja, totdat dit gebeurt. Dat is niet... Oh. Oké, terug naar de base. Oké. Ja, daar zijn we dan weer. Wat moesten we ook weer eens hebben? Oh ja, het is een scheidhond. Hey, daar is er één. Wat? Oh, heb ik nog poep opgepakt? Dat wilde ik helemaal niet. Oké, jij. Jij gaat me helpen of je nou wil of niet, oké? Je bent wel lelijk, dus ik ga even levelen. Regen is prima. Capacity wil ik eigenlijk wel iets hoger. Een klein tikje hoger. Maar hetgene wat het belangrijkste is, het is die emission range, oké? Want die is soms echt vervelend. Dus je bent nu mijn beste boelpond, oké? Daar gaan we dan, jongens. Op avontuur. Op een plek. Naar een plek. Hallo, plek. Hallo? Sorry, jullie even weg. Naar een plek waar we nog nooit zijn geweest. Maar nu we hier toch zijn, laten we even kijken naar dit ding. Wat doet dit? Doet het echt alleen maar lichten? Harm. Of schiet het ook, zeg maar. Want het ziet er echt super vet uit, even eerlijk. Holy shit. Yo, maar als we dus beneden die base gaan bouwen... Dan hebben we dat nodig. 100%. 100% hebben we dat dan nodig. Ja, de stuiteren werkt wel echt fucking slecht. Maar, hey, weet je... We vliegen. We komen er wel. Ja, maar het werkt wel, maar je, dus met de glide heb je al snel weer... De behoefte om omlaag te gaan. Dat vind ik wel jammer. Hallo? Even kijken. Nou ben ik wel de weg kwijt. Ik dacht dat ik de weg ondertussen uit mijn kop is, maar blijkbaar niet. Oh nee, wacht. Ik denk dat het daar is. Ik weet het niet 100% zeker, maar... Ik zoek een lange... Oh, hier is het wel. Oh, hier is het opeens donker, dude. Maar ik zoek gewoon een lang gat naar beneden. Hallo? Ben jij een lang gat? Hallo? Ik denk het wel, hoor. Ja, oké. We made it. Ja, nee. Ja, is prima. Oké, jij recharge even. Mooi, dankjewel. Nou, dan gaan we hier maar lekker naar beneden duiken. Zou ik zeggen... Oh, daar is het skelet. Oh, hier zijn allemaal gekke lampen. Hallo? Waar is het skelet? Oh, daar. Oké, dan moeten we dus hier de bocht nemen.
En hier zitten de rockdrakes. Oh nee, ik liet shift los. Dat moet je dus nooit doen. Amazing. Oké, dan gaan we nu dus even stamina rechargen. En dan wordt het tijd dat we denk ik even eieren gaan zien. Maar mijn eigen eieren heb ik verder die kant op gevonden. Want hier kon ik niks zien spannen. Al weet ik niet zeker of hier ook geen nesten zijn, to be honest. Wel tering voor rockdrakes. Dus hey, don't wanna stick around and find out. You know what I'm saying? Dus ik ga hier denk ik even lekker... I fucked up, of niet? Hey, makker. Oh, goddammit. En we vliegen. Ik bedoel, ze mogen best achter me aankomen en zo, maar liever niet. Snap je? Ja, maar het is zo na, want ze zitten hier letterlijk overal. Oké, wat ik me afvraag. Ik kan dus ook onzichtbaar worden, hè, maar dat kost me wel stamina. Maar gaan die gasten mij dan zien? Oké, tot nu toe niet, maar ik zie ook geen nesten. Alhoewel, geen eieren, moet ik zeggen. In principe ben ik nu gewoon... Oh, hier zit een ei in, 100%. Ah, oh, very nice dit. Ik hoor een battle muziekje. Kan ik zien wat van... Level 16 ei. Nee man, die gaan we echt niet pakken. Oh, wat? De nameless reageren wel op mij. Als ik onzichtbaar ben. Oké, weet je, omdat ik onzichtbaar kan worden, kan ik zeggen dat het wel meevalt. Om dit te doen. In genade is dat ik niet eieren kan vinden. En de stamina. Stamina is ook echt een heel groot probleem. Ik heb nu dus één ei gezien. Letterlijk één ei. Level 16 ei was niet gespoild. Dat is wel een goed teken. Maar dat kan alsnog betekenen dat er een paar eieren zitten die wel gespoild zijn. Maar laten we het niet hopen. Want het is veel werk om op te ruimen, man. We gaan weer stealth mode en we klimmen. We klimmen. Ja, we gaan even voor, door. Nee, hallo? Sorry, Nederlands. We viel even weg. Oh ja, nee, dit lijkt 100% nog op een andere trench. Oké, alright. Je lijkt het ook een stuk drukker. Ja. Oh, hallo Rockdrake. How are you today? Oh mijn god, hier zit er echt tering veel. Oké, we pakken deze steen, oké? Laten we even lekker scouten. Ik weet ook niet, zeg maar, hoe dichtbij ik in de buurt moet zijn voor dat ei. Om zichzelf te laten zien. Want ik zie daar twee nesten, overduidelijk. I ran out of stamina. Oh, hier is een ei. Hier is een ei. Oh, dat spyglass werkt zo raar, man. Het ei is level 20. Nee, dude. Dat wil toch geen mens? Oh, dat is nog een ei. Dat, is dat de prijs? Ik kan het niet zien. Ik moet letterlijk die kant op. Of kan het nu wel? Oh, dude, twee eieren. Oh, dat vind ik echt na, jongens. Die spannen echt super laat in. Je moet echt heel dichtbij zijn, wil je ze zien. Dit is sowieso vervelend. Oké, ik kan het ook gewoon niet zien, dude. Ik kan het niet zien. Dit is zo naar. Level 64. Oké, dat is degelijk, snap je? Maar de challenge was wel een beetje... Elk rockdrake eis 10.000 euro. Totaal legit, die challenge. Ik zweer, jongens. Het was niet level gespecificeerd, zeg maar. Deze level 16. Yo, maar ik moet wel zeggen, deze tak... is heel rustig. Ik denk, al pak ik alle drie deze eieren, dan... dat ik daar wel moet kunnen redden, zeg maar. Degelijk level? 152, dude. Ik pak deze en ik peer hem, ik zweer. Oké, let's go. Go! Klim! Oh, dude, dit is zo... Fuck, klim! Dit is zo annoying, man. Waarom? Oh, oké, let's go. Nee. Dude. Oké, vergeet die challenge, snap je? Oh. Vergeet hem. Vergeet. Nee, klim. Oh, dat maakt gestroomlijnd. Werken ze niet echt. Oh mijn god, daar ging ik bijna hoor. Werken ze niet echt. Holy shit. Oké, we good. Denk ik. Maar heb ik ze wel afgeschud, dodes. Ja, ik zou nog Black Pearls mee kunnen nemen. Dude, 152 rockdrake ei. Welke level was deze? Ik ben dat vergeten. 146 of zo? Oh. Ik hoor er een vliegen. Ja, dit is een hele specifieke plek. Hier kom je niet zomaar, I guess. Ik moet eigenlijk daar even naar de overkant. Daar kan ik recharge. Oké, ze komen hier wel. Mijn leven is een leugen. Ah, daar zit er nog één. Oh, twee. I'm out. Oké, nou is het de bedoeling dat ik dus helemaal omhoog ga klimmen. Ik ga dadelijk eens lekker vasthaken aan die soort van... Wat is het? Een soort van ruggenmerg van... van dit is het fucking gebied. Ah, dude. Oké, we rennen lekker door. We rennen gewoon lekker door. Ik weet niet of ik ze ondertussen al af heb geschud, maar oké. Dit is het moment dat ik ga bouncen. Let op. Bre. Oh ja, dat was echt de beste bounce van mijn leven. Oké, nou zweven we lekker rustig naar dit ding toe. De gekke wervelkolom. Ja, prima. Oké, nou komen we 100% boven. Hoe dan ook. Ze gaan me niet stalken op dit platform, oké? Ja, we nemen deze route lekker. Dit gaat helemaal goed komen, jongens. Subliem! Oké, we gaan wel even stamina rechargen. Maar yo! Level 152 fertilized rockdrake. Oh, shit. Yo, even eerlijk. Ik denk niet dat het heel makkelijk zou zijn geweest als ik meerdere eieren zou pakken. Ondanks dat het daar mega rustig leeg, kwamen er best wel wat meteen achter me aan. En dat klimmen, dat duurt zeg maar net iets te lang als je dat wil activeren, dus... Of ja, vooral als je niet echt bekend bent met rockdrakes.
Sorry. Qua movement en zo. Dus het ging me net goed. Ik kom net niet in de pinch te zitten. En ik wil niet gepinched worden door die dingen. Ik bedoel, ik kan me alleen maar voorstellen dat het een Wyvern clusterfuck is, maar dan met rockdrakes. Dus we did it though. Ik begrijp alleen nog steeds niet helemaal hoe je dit stuurt. Ik denk met je muis. Nee, sowieso met je muis. Alleen... Oh ja, first person, hè. First person werkte beter met dit. Ja, dat is totaal niet verwarrend op first person. Holy damn. Shinehorn, oh my god. You're so cute. Level 120, dude. Doe normaal. Hey, we wachten nog eventjes. Ik kan net zo goed mijn boelbdok vast neergooien. Yeah, it's done. Level 120 Shinehorn. Nice. Ik wil eigenlijk gewoon een geitjesfarm beginnen. Alsof een kinderboerderij, snap je? Oké, jij blijft hier staan als backup, Boobdog. En we zijn weer lekker geparkeerd bij de basis, jongens. Welkom terug in the base. Ik zet weer even al mijn normale flag hier in. En tegelijkertijd is ook mijn broekie. En dan haal ik even mijn wingsuit hiervan af. Ik zie wel dat ik mijn hazard suit binnenkort weer even moet repairen. Maar hey, we hebben een geitje. We hebben een level 152 rockdrake-ei, wat super dope is. We hebben ook een ding aan ons broek hangen. Ik weet niet eens waar dat hele hekwerk vandaan komt, maar... Oké, hey, als je dat in je anus stopt en dat fijn vindt, prima. Maar ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, laten we maar gewoon, omdat we toch altijd zo lekker bezig zijn en ik misschien nog wat tijd over heb. Dit meteen uitbroeden. Appetikketikketing. Oké, nou, zoals jullie weten, van de afgelopen keer gaat dit rete lang duren. Dus ik ga het er even allemaal uitknippen. Shinehorn, jij mag hier. Want jij... Nee, ja, je bent zo cute, dude. Cute dude, very cute dude. Hey, jongens, laten we wachten op dit gigantische spektakel. Tot over een half uur. Ik ga YouTube filmpjes kijken op mijn telefoon. En ik realiseer me nu dat ik Nameless Venom nodig heb. Bab, 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 bab. Oké, tijd zat. Laten we Nameless opjagen. Ah, kijk, daar hebben we ze al. Mooi zo. Dank u wel, dank u wel. Ik waardeer het echt. Oké, jongens, ik ga dus even Nameless Venom. Oh, dude, al drie. Nou ja, daar heb ik eigenlijk al voldoende, volgens mij. Oh nee, alhoewel. Dan heb ik al vier nodig. Maar ja, zoals jullie zien, ik zit even Nameless Venom te verzamelen. En ik zie jullie zo wel. Even een korte update, jongens. Het is nu bedtijd. Oké, wel trusten. Bye. Ik bedoel, hallo. Het is nu nog 5 minuten voordat die uitkomt tijd. Oh ja, oké, 6. Oké, 5.43. God damn it, mijn telefoon. Ik weer het moment gemist. Oké, wow, wat? Ja, iets stoot in mijn werk, ik zweer. Een baby rockdrake, level 152. De makker. De enige echte. Wow, oké, ik ben een trotse vader natuurlijk, dat weten jullie allemaal. Pakken de Venom. 5, boeien. Nou ja, weet je, de andere spoilt toch, maar boeien. Dude, we hebben nu 2 fucking rockdrakes, man. 2. En deze... Oh nee, trouwens, je kan ze niet meten, hè. Ah, dat is wel balen, though. Maar deze is... is ook al niet zo mooi qua kleuren. Oh man. Feels bad. Maar yo, we zijn wel een trotse eigenaar van de nieuwe rockdrake. Dat betekent dat er eentje een soort van te verwaarlozen valt, om het zo maar te noemen. Ik ga hem niet op mijn schouder pakken omdat ik dat niet durf. Omdat ik denk dat de server dan crasht. Maar wacht. Angelina Jolie is een beetje groenig met oranje veren. Nee, deze is toffer. Deze is 100% toffer. Deze is een beetje oranje met blauwe veren. Oké. Very nice. Moet ik deze dan Brad Pitt noemen, jongens? Ik weet het niet. Zo. Ja. Nou, anyway. Ik denk dat deze is voor... Ja, nee. Deze is 100% vergroeid wanneer de volgende aflevering online komt. Maar ja. Ik ga het hierbij laten, jongens. Ik wil jullie graag bedanken. Bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vond je deze nieuwe aflevering leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 10.000 likes. Want dat is haalbaar. Oké. Hey. Thanks voor het kijken. Check mijn andere series ook als je er interesse hebt. Bijvoorbeeld Fortnite of zo. Of Simnarica. Far Cry. Hey. Speta.